Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 5 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we nog even som 44, een transportprobleem waarin er niets wordt getransporteerd. Dus zijn benieuwd. Pensioenfonds wil 30 miljoen euro onderbrengen bij 3 beleggingsfondsen A, B en C. En er moet in elk fonds minimaal 3 miljoen euro worden ondergebracht. Verder moet minstens de helft bij fondsen A en B samen worden ondergebracht, waarbij het bedrag bij B niet meer dan 2 keer het bedrag van A mag zijn. Gadverder. Dat moeten we straks allemaal gaan opschrijven in formules. De verwachte jaarlijkse opbrengst is bla bla bla, dat zien we zo wel. Je onderzoekt in deze opgave hoe het bedrag over de fondsen moet worden verdeeld om een maximale jaarlijkse opbrengst te krijgen. X is het bedrag in miljoenen euro's dat bij A wordt ondergebracht. Y is het bedrag in miljoenen euro's dat bij B wordt ondergebracht. Druk het bedrag dat bij C wordt ondergebracht uit in X en Y en toon daarmee aan dat hieruit een beperkende voorwaarde volgt. Oké, komt-ie. Dus, som 44. We hebben 30 miljoen euro. Peanuts voor een pensioenfonds. Hè? En die 30 miljoen euro die moet verdeeld worden over 3 fondsen. Fonds A, fonds B en fonds C. En we hebben net gelezen dat er X miljoen euro naar A moet en I miljoen naar B. En de rest gaat naar C. Dus wat is dan de rest? Nou, dat is 30 min X min I. En samen is het dan weer 30. Zie je dat? Als je dit optelt, dan hou je 30 over. En we hadden als beperkende voorwaarde die X moest minimaal 3 miljoen zijn. En die I moest minimaal 3 miljoen zijn. Maar ja, deze moet ook minimaal 3 miljoen zijn. Dus dan krijg je 30 min X min I is groter dan of gelijk aan 3. Nou, dan kan je die x en die y naar de andere kant brengen en die 3 ook. En dan staat er 27 is groter dan x plus y. Ofwel, x plus y is kleiner dan of gelijk aan 27. En dat mag je ook doen door die 30 naar de andere kant te brengen en dan met min 1 te vermenigvuldigen. Maar je ziet dat het teken andersom staat. En dat komt, dames, omdat als je met min 1 vermenigvuldigt, dan klapt het teken om. Maar als je dat niet wil, dan moet je dus gewoon alles naar de andere kant brengen, zodat je geen minnen hebt. En dan draai je hem gewoon helemaal om. Oké, dat was som A. Gaan we naar som B. Behalve X is groter dan of gelijk aan 3. En Y is groter dan of gelijk aan 3. En bij vraag A gevonden beperkende voorwaarden zijn er nog 2 beperkende voorwaarden. Welke? Even kijken. Er werd gezegd, minstens de helft moet bij fondsen A en B samen worden ondergebracht. Dus dat betekent, de helft is 15, toch? Dus dat betekent dat X plus Y, dat is wat bij A en B wordt ondergebracht, dit moet minstens 15 miljoen zijn. Dus dat is een beperkende voorwaarde. En dan hebben ze hier nog iets. Het bedrag bij B mag niet meer dan 2 keer het bedrag van A zijn. Dus als ik het bedrag van A pak, dan moet dit groter zijn dan het bedrag bij B. Zie je dat? Even goed lezen. Want vaak als er zoiets wordt gevraagd, zetten jullie de 2 op de verkeerde plek. Dan laten we even beredeneren waarom dit een 2 moet zijn. Het bedrag mag bij B niet meer dan 2 keer het bedrag van A zijn. Dus als ik het bedrag van A doe en doe het keer 2, dan mag het bedrag van B niet groter zijn. Nou, dat staat hier. Hè? Hier staat I is kleiner dan of gelijk 2 keer het bedrag van A. Oké, dus dit is ook een beperkende voorwaarde. Nou. En dan gaan ze opeens de doelfunctie schrijven. De doelfunctie is de opbrengst. Ik begin even hieronder, zodat ik hoop ook nog ruimte heb voor het gebied. De doelfunctie is het bedrag in A keer het rendement. Dus dat is gewoon 0,07 keer het bedrag in A. Plus, dat zijn leuke rendementen trouwens, hè? Dat hebben we niet meer. Keer 0,08 keer, komt wel weer terug, keer de hoeveelheid die je hebt in fonds B. En die 0,09, ja, dit moet vermenigvuldigd worden met wat je in fonds C hebt. En wat je in fonds C hebt is dit, 30 min x min y. 30 min x min y. Dus die haakjes kun je uitwerken. Dan krijg je 0,07x plus 0,08. I plus 0,09 keer 30. Nou, dat vind ik een beetje te moeilijk.
Dus ga ik even aan de rekenmachine vragen. Dat is 2,7. Nee, ze hebben ook een 2,7, dat is mooi. En dan min 0,09x min 0,09y. Oké, dit kunnen we nog even mooi samen nemen. We beginnen met de 2,7, dat doen zij ook. Dan heb je 0,07x min 0,09x, dat is min 0,02x. En je krijgt 0,08y min 0,09y is min 0,01y. En dat hebben zij ook, dus we hebben C gedaan. En dan zeggen ze bij D nog, bereken hoe het bedrag van 30 miljoen euro over de fondsen moet worden verdeeld, bla 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 bla. Oké, dus nu moeten we die beperkende voorwaarden gaan tekenen. Dus laten we het onszelf makkelijk maken. Ik neem 10 hokjes en ik neem stapjes van 3. Dus, komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of zo. Hier ook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dus dan hebben we hier 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. En hebben we hier ook 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Dat is I. En dan gaan we de beperkende voorwaarden tekenen. Nou, X moet groter zijn dan 3. I moet groter zijn dan 3. X plus I moet kleiner zijn dan 27. Dus dat betekent dat hij door 27 en 27 gaat. En dan moet hij zo liggen. Dan hebben we hier nog x plus y moet groter zijn dan 15. Dus dat is 15 en de oorsprong ligt aan de verkeerde kant, dus dat is deze kant. Dus nu heb je dit hele gebied. En tenslotte zeggen ze nog y moet groter zijn of kleiner zijn dan 2x. Hoe moet je dat tekenen? Nou, je kan toch wel de lijn y is 2x tekenen. Dat is gewoon als je 3 invult, komt er 6 uit. Als je 6 invult, komt er 12 uit. Enzovoort, dus hier. En omdat y groter of y moet kleiner zijn dan 2x, moet je aan de onderkant van de lijn liggen. Dus dat is dit gebied. Nou, dan zeggen ze van ja, de beperkende voorwaarden. Dat x en y kleiner dan 30 moeten zijn, die vervallen. Ja, want die zijn niet eens in beeld. En deze ook, x groter dan 3, die doet helemaal niks. Want die zit niet aan het toegestane gebied. Oké, we hebben wat grenspunten nu aan het toegestane gebied. Die. En die. Dus die moeten we even bepalen. Dus laten we eventjes een naampje geven. Deze noemen we A. Ik wil dat in het wit. Deze noemen we A. Deze noemen we B. Deze noemen we C. Deze noemen we D. Nou, A en B, die herkennen we volgens mij wel. A is 12,3. En je kan het controleren. Als je 12,3 invult hier, dan komt er inderdaad 15 uit. Dus dat klopt. En B is 24,3. Die kun je hier invullen met die 27 en dan doet hij het ook. C, nou het lijkt alsof ik hem kan aflezen, 9,18. Maar klopt dat ook? Nou ja, hij ligt op deze lijn, want 2 keer 9 is 18. En hij ligt ook op deze lijn, want 9 plus 18 is 27. Dus die kunnen we inderdaad aflezen, 9,18. We hebben wel gecheckt. En D, ja... Dat komt niet echt mooi uit, dus dat moeten we echt even uitrekenen. Dus D kunnen we berekenen met een stelsel of op een andere manier. We hebben y is 2x en we hebben die lijn x plus y is 15. X plus y is 15. Nou, ik denk dat we gewoon kunnen zeggen y is 2x en dan vullen we die 2x gewoon even hierin. Dus dan staat er x plus 2x is 15. Dus 3x is 15. Dus hieruit volgt dat x is 15 gedeeld door 3 is 5. En omdat het samen 15 moet zijn, is y 10. Dus punt D is 5,10.
En die kunnen we inderdaad niet, dat is geen roosterpunt, maar dat is omdat wij hebben gekozen voor stapjes van 3. Als je stapjes van 1 had genomen, had je hele grote tekening gehad, maar dan was het wel een roosterpunt geweest. Nu moeten we deze getallen allemaal invullen in de doelfunctie. Dus, laten we maar gewoon beginnen. 2,7 min 0,02 keer x, dat is 12 dan, plus min, sorry, min 0,01 keer die i, en dat was 3. Oké, dat is 2,43. Dan gaan we die 24,3 invullen, dus dan krijg je dit. Maar dan moet het geen 12 zijn, maar 24. Dus je kan gewoon terug, hè, wat ik net deed op de rekenmachine. In plaats van 12 vul je 24 in. Weer enter, dat is 2,19. Hé, dat is een lagere opbrengst, dat vinden we niet leuk. Oké, 9,18. Dan kun je dan weer met second enter kan je hem terughalen. Dan kan je hem bewerken. De x moet 9 worden. En de y moet 18 worden. Dus dat vul je gewoon zo in. En doe je weer enter. Dan zegt hij 2,34. En de laatste is x5 en y10. Dus dan ga je weer terug met second enter. Doe je hier 5. En hier 10. En nou, wat komt er dan uit? 2,5. Yay! Dat is het maximum. Zie je dat? Dus dan moet je nog zeggen hoe het moet worden verdeeld over de fondsen. Nou, dus dan doe je hier dus even de conclusie. Fonds A 5 miljoen. Fonds B 10 miljoen. En fonds C de rest 15 miljoen. Mooi, hè? Oké. Zijn hier vragen of opmerkingen over? Wil iemand iets kwijt? Misschien zijn er mensen wel thuis een filmpje aan het kijken die denken van, oh, maar ik snap niet. Als jullie dat nou vragen, dan is die persoon heel blij. Heeft iemand iets wat hij leuk vindt om... Ja! Ja? Oké. Laat ik het eventjes op een duidelijkere manier doen. Kijk, de x was hoeveel we in fonds A gingen doen. En we hadden uitgerekend dat x 5 was. Want dat is de x-coördinaat van d. Dus dit is 5. Die y, dat is de y-coördinaat van d. Want d was het goede punt. En dat is 10. En het getalletje wat hier naartoe gaat, dat is 30 min de x min de y. Dus 30 min 5 en min 10. En dat wordt 15. Dus dat heb ik hier samengevat, maar ik had het inderdaad beter hierin kunnen tekenen. Dankjewel, dat is een goede vraag. Zijn er nog meer vragen? Dan stel ik voor dat we even gaan afsluiten. Nog een keer. Ja. Oké, dankjewel voor de aandacht. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.